Hoe leuk is het als je samen met 8 collega's ervoor zorgt dat dagelijks de producten worden afgeleverd bij klanten door heel Nederland? Dan ben je dus, als dat lukt, een echte logistiek planner. Laat die dan net gezocht worden door Patrick Berghuis vanuit zijn bureau Catwork. Goedemiddag. Goedemiddag. Een logistiek planner. Ja. Ja, het klinkt zo logisch. En het klinkt makkelijk, maar dat is het niet. Neem ons even mee, de werkdag begint. Het is 9 uur. Ja, je gaf net al aan, je bent natuurlijk in een team van... je zit in een team van 8 mensen. Je hebt daar de beschikking over de 5 voertuigen die de hele dag door aan het rijden zijn. Alles wat is besteld. Ja, dat moet zo efficiënt mogelijk worden ingeregeld, zodat ze daar het maximale uit kunnen halen. En dat is iets wat wat je moet doen. Is het een postbedrijf dan of zo? Nee. Couriersbedrijf? Nee, het is een groot verpakkingsbedrijf. Zij specialiseren zich vooral in het karton. Misschien geef ik al wat te veel weg, maar dat maakt niet uit. Nee. Maar dat doen zij inderdaad. Ze zijn echt gespecialiseerd in verpakkingen. En dat kan van groot tot klein. Wat wordt gevraagd, dat wordt gemaakt en dat wordt geleverd. Huh? Ja. En is dat leuk? Ik hoop het, ja. Waar ben je er geweest? Heb je sfeer geproefd? Het nieuwe gebouw ben ik trouwens wel geweest. Ja, ja. Ontzettend mooi pand in Dronten. Ook van karton? Nee, gelukkig niet. Dan zou die niet blijven staan. Het bestaat tegenwoordig. Ja, dat is zeker waar. Ja. We krijgen nu wel wat zwaardere stormen, dus ik weet het niet. Maar het is een ontzettend mooi pand. Ja. Net nieuw gemaakt in Dronten. Ja. En ben ik inderdaad daar geweest. Ja, het lijkt mij een fantastische baan. Verdiensten zijn ook echt wel goed. Zitten ongeveer in de range van 2800 tot 3500 euro bruto in de maand. Wat is het nummer? 088. Eindelijk is een keer een baan die beter betaalt dan deze. Ja, per dag. Daar kan het nog ook wel beginnen. Want als je een beetje jaren ervaring achter de rug hebt, dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat dat ook nog wel hoger gaat worden. Dat zijn geen ondenkbare bedragen. Mm. Dat zijn netto bedragen waar je het over had. Nou, op een gegeven moment misschien, ja. Nee, dan bel ik toch maar niet. Wat zijn de werktijden? Werktijden zijn gewoon de kantoortijden. De meest voorkomende, dat wordt af en toe wel eens 8 tot 5 of 9 tot 6. Of in die contrarie moet je denken. Mm-hmm. En maandag tot en met vrijdag uiteraard. Er wordt uiteraard ook gewoon een vast contract geboden. Eerst inderdaad via ons, of als het eigenlijk heel erg goed bevalt. Meteen een contract wat wordt aangeboden. En ze zoeken echt iemand echt voor langere termijn. En dat is, Is toch best wel een hoog salaris eigenlijk, ja, hè? Ja. Ja, maar daarom zeg ik, het is geen makkelijke baan. Je moet echt zorgen, wat ik al zei, alles moet zo efficiënt mogelijk gepland worden. De routes moeten goed uitgestippeld worden. Je houdt contact met de leveranciers, met de chauffeurs. Heb je niet genoeg aan je eigen de voertuigen die daar hebben staan, ga je schakelen met externe bedrijven die dan bijkomen met extra wagens. Dus het kan heel groot worden. Dus dat moet je allemaal doen. Je hebt best ook wel veel te doen. Dat lijkt me ook wel een drukke baan. Ja, maar dat is het inderdaad. Ja, en daarin kun je ook zien dat het mooie salaris hangt er ook zeker aan vast. Omdat je bent echt wel in de weer. Ik kan me voorstellen dat er ook bepaalde systemen zijn dan. Computersystemen die je moet kennen. Of die een pre zijn als je ze kent. Ja, dat klopt. De definitieve systemen die durf ik niet helemaal te zeggen. Nee, maar iemand die bekend is in de logistiek plannerswereld, die weet waar het over gaat. Ja, dat wil ik dus ook inderdaad meegeven. Excel? Die de ervaring hebben. Ja, die kennen dat wel. Weet ik eigenlijk niet. Ik, maar er zijn speciale logistieke programma's die dat allemaal voorzien. Maar je moet het wel allemaal invoeren. Ja. Je moet wel weten welke waardes je invoert, want anders loopt het allemaal spaak. Dan ontspoort het, zeg maar. Inderdaad. Ja, en inderdaad, voor de mensen die we zoeken, een beetje ervaring is wel gewenst, hoor. En daarom zullen die ook die programma's ook zeker wel kennen. En kennen ze het programma niet, dan is er heel veel raakvlakken met degene waar ze wel mee hebben gewerkt. Dus in principe is essentie hetzelfde. Ze zijn dus niet op zoek naar iemand die gewoon in die wereld in wil stappen, die het nog niet kent, maar die ze willen leren. Daar hebben ze niet echt de tijd voor, denk ik. Nee, dat is een beetje jammer, inderdaad. Ja. Omdat er zo ontzettend geschreeuwd wordt om personeel natuurlijk. Ja. Het is een lastige functie. Ze laten ook vaak die opleidingseisen ook een beetje los, heb ik het idee. Ja, als je gepassioneerd bent en je kan je bewijzen in je werk. Ja, ja. Dan telt dat veel meer dan iemand die zegt van, maar ik heb 6 jaar gestudeerd. Eindelijk wordt het een keer goed dat je op ervaring ook geselecteerd kan. Ja, zeker. Ja. Ja. Ja, maar dat is natuurlijk nu ook. Kijk, als iemand bijvoorbeeld 60 is, oud tussen haakjes. Ja, dat maakt helemaal niet uit. Ja, hij is ook bijna, hè? Ja. Nee, maar hoe vaak hoor je niet dat mensen worden afgewezen wegens overkwalificatie? Ja, ja.
Hè? Ja. Dan zijn ze te oud of ze hebben te veel ervaring. Ja. Ze willen heel graag werken, ook voor minder salaris. Maar je weet waarom ze dat zeggen. Dat omdat ze te duur zijn. Dat is natuurlijk de enige reden uiteindelijk, denk ik. Omdat ze bang zijn dat die mensen heel snel verveeld raken. Dan denk je, ja... Dat kan. Ja, soms hebben de bedrijven natuurlijk wel een beetje een inzicht in wat zij bieden. Ja, dan kan ik me voorstellen dat iemand die bijvoorbeeld heel erg hoog opgeleid of veel heeft gedaan, dat ze misschien denken van misschien gaat hij zich vervelen. En dan willen ze daar niet in investeren. Ja, maar het is wel een aanname voor hetzelfde geld. Ik wou net zeggen, zeker in deze tijden, probeer het maar gewoon uit. Ja, wie weet heb je schot in de roos. Nou, maar zo is het wel. Dus daarom, leeftijden maakt allemaal niet uit. Heb je ergens passie voor en heb je aanleg ervoor? Want dat is natuurlijk ook nog een dingetje. Ja, reageer gewoon en we gaan kijken. Hoe moeten mensen reageren? Bellen, mailen, appen, langskomen. Het kan eigenlijk allemaal. Ja, goed zo. Nou, makkelijk toch eigenlijk ook. In de rond even langskomen bij jullie? Zeker. Ja, gewoon binnenlopen, hè? Koffie is altijd klaar. Zeker waar. Ja, ja? Ook lekker. Erbij? Ja, dat is wel een leuke koffiemachine, ja. Ja? Ja. Nou, nee, leuk, maar komt er ook redelijk drinkbare koffie uit? Ja, vind ik wel. Geef ons het adres, dan kunnen wij misschien hier ook. Goed, Patrick Berghuis, dankjewel en fijne vakantie alvast. Dankjewel. Dankjewel.